Hallo iedereen. We gaan vandaag een Tunische steek aanleren. Een voorbereiding op een babyuitzetje of beter een babyjasje dat we vanaf volgende week gaan maken. Voor het jasje zullen jullie 2 tot 3 bolletjes, ik denk ieder 3 in Tunische steek, babywol nodig hebben. En ik heb een Tunische haaknaald nummer 3,5, zo'n lange, maar ik ga een andere kleur nemen, want hier kunt u echt niet goed zien welke steek het is. Het is dus de honingraadsteek en we gaan ons andere kleurtje nemen. Het aantal steken dat u opzet speelt geen rol. Werkt u even of oneven steken, het maakt niet uit. We gaan eens op een andere manier opzetten. Ik weet niet, bij sommige mensen zal het misschien gemakkelijk zijn. U legt uw draad op uw vingers. U draait hem rond uw vingers, zoals bij de magische ring. U trekt hem door. En we trekken hem dicht. En dat is het. Hij zit vast. Dus dan gaan we onze steken opzetten. Ik ga, om het enigszins een beetje sneller te laten gaan, ga ik 12 steken opzetten. En 12. Dan gaan we vanaf de tweede steek onze haak insteken en de lus ophalen. Dit is de klassieke Tunische steek. Dit doen we over alle lussen. En nu moet ik nog mijn laatste steek doen. Och, sorry. Daar zijn we. Oké, dan doet u er best aan, regelmatig, in deze rij, ga ik maar zeggen, u steken te tellen, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dat klopt dus, ik heb 12 steken opgezet. We gaan onze volgende rij doen, we gaan 1 lossen. Dus we gaan enkel door 1 lus op de haaknaald. We slaan onze draad om en we gaan door 2. En elke keer draad omslaan en door 2. Tot aan het einde van onze rij. Zijn er. Dit is dus onze basisrij Tunisch haken. Nu gaan we aan onze steek beginnen. Dus een beginlossen moeten we nooit doen bij Tunisch haken. We gaan onder de dwars steek, we halen een lus op. Voor onze volgende steek leggen we onze draad vooraan
We halen de volgende les op. We leggen onze draad zo rond onze haak. En we haken hem erdoor. Dat is eigenlijk een averechte steek in Tunis haken. Een gewone draad vooraan. Steek ophalen. Draad rond. En doorhalen. En zo gaan we verder. Tot op het einde. Dat we het goed doen. Dat klopt hier ergens. Toch wel. Ik zit toch goed. En dat is 11. En dan hebben we onze laatste een steek. Dus we hebben opnieuw 12 steken. We slaan onze draad om. We haken 1 lossen. Dus we halen gewoon door 1 lus. We slaan onze draad om. We gaan door 2 lussen. We slaan onze draad om. We gaan door 2 lussen. En zo gaan we verder. Tot op het einde. En er maar doorheen. En daar zijn we. En als er één klein papiertje op mijn bureau ligt, dan blijft het wel aan mijn draad hangen. Oké, we gaan dus onze volgende rij doen. U kunt zien, de eerste, ik ga het een beetje dichter houden, de grote lussen. Dus deze, 1, 2, 3, hebben we in de vorige rij gewone Tunische steken gehaakt. De kortere lussen hebben we de averechtse steken gedaan. Nu gaan we omwisselen. Dus in onze eerste steek gaan we een averechtse doen. En dan in die kleinere lus van de vorige rij, want die is een beetje kleiner, doen we een gewone steek. Dan doen we weer een averechtse, een gewone, een averechtse, een gewone. Een averechtse. Oeps, ik ben verkeerd. Nou toch, een averechtse. Een gewone. En in onze laatste lus. En averechtse. En zoals ik al zei, je doet er goed aan dan nog een keer uw steken te tellen. Je kunt het nog niet zo goed zien. 1 lus, 1, sorry, 1 losse. Draad omslaan door 2. Zoals bij alle Tunisch werk, de teruggaande naalden. Gewoon omslaan en door 2 lussen halen.
En in ons jasje wordt dit de rijen waarin we gaan meerderen of minderen. Maar dat is voor de volgende video's. We doen dus nu opnieuw hetzelfde bovenop onze averechtse van de vorige rij. Doen we een gewone steek. Op de gewone steek doen we een averechtse. En zo gaan we door en we wisselen elke keer gewoon. Het is eigenlijk één rechts, één averechts wat we breien. We schakelen en we verwisselen gewoon elke keer. En kom maar. Dus opnieuw één losse draad omslaan door allebei, draad omslaan door allebei, draad omslaan. Enzovoort. Je kunt het een klein beetje beginnen zien. Ik ga nog één rij doen, dan zal u al enigszins iets kunnen zien. De eerste steek is dus een averechtse. En mijn handen zijn stijf, sorry. Als het kouder wordt, die artrose is geen gemak. En zo kunt u al redelijk zien hoe het er gaat uitzien. U mag gerust een klein beetje dikkere draad nemen als u wilt voor het babyjasje. U moet een beetje zoeken wat het beste resultaat geeft van haaknaald en woldikte. Ik ga verder gaan met een 3,5, ook voor het jasje volgende keer. Dus als u wilt identiek haken zoals ik het doe, dan bent u best dat u een wol kiest voor 3,5. Ik heb er hier een die wel geschikt zou zijn, maar dit is nu voor mijn breiwerk. De 3,5 en dat is de anaal van de rapido van anaal. Maar dit is een bolletje dat ik over had van iets. Dus ik heb andere wol voor mijn babygrief. Ik weet nog niet
welke kleur ik ga nemen. Oké, dus veel plezier. Tot de volgende.